Een belangrijk moment in de geschiedenis van ons parlementair bestel. Een moment waarbij de nieuwbouw van ons parlement in gebruik wordt genomen. Het gebouw van het parlement van de Republiek Suriname werd op 1 augustus 1996 door een technische storing in de as gelegd. Niet enkel het gebouw, maar eveneens een belangrijk deel van het archief werd een prooi van de vlammen, waardoor een belangrijk deel van onze parlementaire geschiedenis verloren is gegaan. De vergadering van het parlement moest noodzakelijk op andere locaties plaatsvinden, maar het instituut werd voortgezet. De democratie werd voortgezet en dat is namelijk bijzonder belangrijk wat we vandaag ook moeten memoreren. De volksvertegenwoordiging, gehuisvest in het Statengebouw, heeft ook bijzondere zonen voortgebracht. Surinamers die voor de Surinaamse mens en maatschappij van eminente betekenis zijn geweest. Geachte aanwezigen. Thans is het moment van de ingebruikname van de nieuwbouw van het Statengebouw, een reconstructie van het oud Statengebouw, ons nieuw Nationaal Assemblée gebouw. En zoals eerder gezegd, de Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de soevereine wil van de natie tot uitdrukking, aldus de bepaling van onze grondwet. En ik ben bijzonder blij dat de DNA een eigen huis heeft en uiteraard zal dat ook positieve effecten hebben op de taakuitvoering van de Nationale Assemblée. En ik hoop ook dat de Nationale Assemblée zo snel mogelijk ook een code kan ontwikkelen voor de DNA-leden. Dat ook. Dat ook vanuit dat deel van de Nationale Assemblée dat een bijzondere taak en verantwoordelijkheid heeft en dat zichtbaar is voor de samenleving, ook een professionele houding gepresenteerd wordt. En dat is wat het volk van hun vertegenwoordigers ook wil. Maar het volk wil meer, voorzitter. En het volk kijkt ook naar ook een paar belangrijke instrumenten die zo snel mogelijk ook door het parlement goedgekeurd moeten worden. En het volk vraagt ook dat haar stem ook op een volwaardige wijze, op een rechtvaardige wijze, op een democratische wijze ook vertegenwoordigd wordt in de Nationale Assemblée. En het volk kijkt ook uit naar de behandeling, ook naar ons nieuw kiessysteem, naar ons nieuw kiesstelsel met meer democratisch gehalte en met meer sociaal, maatschappelijk en politiek draagvlak. En mogen, zoals ik dat altijd zeg, ook dit gebouw goed beschermd worden. Met zegen van onze schepper. En laat het ook zo zijn dat alle personen vanuit dit gebouw gaan werken. Ook gezegend zijn met de kracht van de schepper en de bescherming van onze schepper. God bless you all. Gefeliciteerd. Dank u wel. Voorzitter, we hebben u een paar maanden geleden de sleutel overhandigd. Want het makkelijke gedeelte was af. Dat was het opzetten van dit gebouw. We hoefden zelf er niet aan te werken, maar we hadden dus voldoende deskundigen die dit mooie gebouw hebben neergezet op een manier zoals dat vroeger was, op de wijze waarop het vroeger was. En het heeft alles te maken met het behouden van die historische binnenstad. En die historische binnenstad heeft een betekenis. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur is ermee belast om deze stad te houden in haar glorie zoals dat vroeger was. En het heeft een reden, en ik ga de voorzitter van de assemblée bedanken, dat hij ons de ruimte heeft gegeven om hier in de basement die geschiedenis te etaleren. Alle voorwerpen die we hebben gevonden tijdens de bouw hebben we zorgvuldig schoongemaakt,
bewaard en gekeken wat de betekenis was van al die dingen die we hebben gevonden. Wat deden die mensen er vroeger mee? Wat doet die put die hier in de basement zit en die u misschien straks ziet bij de rondleiding? Waarom is het daar? Bij sociale zaken hebben we ook zo'n put gevonden. Maar alles wat we vinden, daar geven we een beschrijving aan. Met historici en met deskundigen. En de voorzitter heeft ons toestemming gegeven om beneden in die basement regelmatig tentoonstellingen te houden van de honderden stukjes die we hier hebben gevonden. En onze kinderen, onze studenten, die krijgen ook toestemming om te komen en naar die oude voorwerpen te kijken. Dat is de geschiedenis. Ze leren dat proces van de geschiedenis naar de voorwerpen die we nu gebruiken. En in het nieuwe onderwijssysteem mogen ze dromen over hoe het in de toekomst eruit gaat zien. Dus ze krijgen de oude voorwerpen te zien. Ze krijgen de voorwerpen te zien zoals ze er nu uitzien. En ze mogen voor ons gaan innoveren en nadenken voor die toekomst. Hoe gaat het er dan uitzien? En ik dank de voorzitter van de assemblee dat hij in onze boot ook is gestapt. Geschiedenis, dus het verleden, het heden en de toekomst. Zonder het verleden kunnen we de toekomst niet ontwikkelen. En ik ben dus bijzonder blij dat wij in die basement straks met onze kinderen mogen komen. Voorzitter, hartstikke bedankt. Iedereen van harte gefeliciteerd.